een nieuwe vlog van Erik en Dorien op reis. We zitten inmiddels in het nieuwe jaar 2024. We wensen jullie weer een heel voorspoedig en gezond 2024. We staan nog steeds op deze prachtige camperplaats in Alten, Quinta Boa Vida. En daar hebben we in ieder geval ook mijn verjaardag gevierd. En toen is ik niet meer. Ze weet het niet meer. Daarna laten we ook nog zien dat we oud en nieuw hebben meegemaakt hier. En oudjaarsavond hebben we een heerlijke feestmaaltijd gekregen. Ja. En met een prachtig vuurwerk na afloop. Dus het was wel super gezellig om mee te doen. Heel gezellig, ja. Verder hebben we nog een leuke fietstocht gemaakt hier door de heuvels. Het was een zware tocht, maar we hebben het overleefd. We wensen jullie weer heel veel kijkplezier. Het is vandaag 26 december en Dorien is vandaag jarig. Dus we hebben weer feest voor de derde keer dat we hier zo zijn. Dus nou, kijk, de ballonnen hangen er al. We krijgen zo meteen weer visite. Dus we gaan lekker koffie buiten drinken. Dat wordt weer een gezellig boel. Oh, even ben nog met nou, dat vind ik niet erg dat ik nog maar zes ben. Zou je niet meer willen, toch? Drie in een week is veel, hè? Drie in een week? Het is toch niet te geloven? Ja. Nee, door niet van harte. Ja, dankjewel. Hoor. Dankjewel, ouders. Dezelfde leeftijd, hè? Nou, hè. Wat zijn we toch? Kijk. 260ers. 260ers. Ja, ongelooflijk. Dit is mijn week. Samen 120. Ja. Hoe kom je erop? Gefeliciteerd. Ja, dank je, meisje. Jongebom. Jongebom. Nou, wie zegt dat? Het jong grietje. Het ja, jong grietje. Nou. Leuk, hè. De zelf? Nee, dat kan niet. Met je jonge blom. Hey. Dankjewel, dank je. Wees er zuinig op. Zeker, hè? Zeker. Beste moeder staat erop, vanuit het hart van wijsheid, een prachtige ziel. Nou, daar had het gisteren over. Ja. Passelijk is het. Heel leuk. Oh, geweldig. Nee, ik vind het... ik ben blij met deze mokken. Door, je moet nog uitblazen. Hij brandt nog. Hij brandt nog. De onderkant ook nog. Ja, de onderkant is aangegaan. We recyclen ze voor over 3 jaar, hè, door? Ja. Voor mij. Of over 30 jaar. Ja. Ja, mijn mond draaien. Ja. Dan heb je 90. Ho, dank. Ik weet niet meer. Ja. Het is te hopen dat we over 30 jaar nog kunnen camperen. Ja, zo fit als een hondje met een ketel. Een hele zorgcaravan achter. Oh, dat in de vorm van Auk en Afkus. Nou, Dorien. Ja. Volgende. Jij ook, Aukus. Op de volgende, want wij hebben gewonnen. Sorry. Proost. Ja, jullie hebben gewonnen. Wij zijn de voorlopers. Wij zijn de voorlopers, ja. Dat zijn al de broekies. Hè? Had niet eerder. Nou. Echt wel. Het begint donker te worden. Maar de borrel van Dorien gaat hier plaatsvinden. In de verte komt de quattro aan. Hi. Hi. Hallo. 9. En wat is het? Snaps. Ja, dank je. Zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Diep de piep. Hoera. Diep de piep. Hoera. Nicola. Wil jij wat drinken? Gezondheid. Gezondheid. Dank. Gezondheid. Ja. Gezondheid. Gezondheid. Ja. Kijk. Hopelijk. Nou, Afke en Aukus gaan er weer vandoor. Doei doei. Doei. Goeie reis. Geniet ervan. Ja, dat
gaan ze het hoekje om. Bobbel. We gaan eens een stukje fietsen. We gaan kijken of we het dorp in kunnen. Of daarheen. We weten het niet. We gaan het zien. Nog even tegenop. Gaat het niet worden? Kassen! Oeh, Gent. Nee, dat gaan we niet doen met één hand fietsen. Maar wel een mooi uitzicht hier, hè? Prachtig. Daar zie je Quinta Boavina met de campertjes tussendoor. En dit is hier dan vlakbij het dorpje. En dat is het uitzicht. Het schijnt zelfs dat je bij helder weer hier de zee kan zien in de bekken. En natuurlijk heel veel blaffers. Overal blaffertjes. Nou, hier is het fietscafé. Ik kan fietsen weer. Het beroemde fietscafé. Hier zie je de aanpakbiljetten bij het fietscafé. Nou, door zit je bij een fietscafé. Ja. Naar beneden ging makkie, hè? Ja. En nu nog terug? Denk er maar even niet over na. Hier hangt de reservefiets. Wat, ja. En hier ga je koffie kopen, bestellen. Bij het licht van de telefoon. En allerlei fietsen hangen hier, shirtjes. Kijk eens, do-it-self-service. Weekoffie. Dat is cappuccino. Ziet er erg leuk uit. Het ruikt lekker. Ruikt, ja, kaneel. Kaneel. Dat ruikt erg lekker. Opgeklopte melk. Nee, dit is echt kaneel. Ja, joh. Ik moet door een hele brei schuim heen, melkschuim heen, voordat ik bij koffie ben. Er zit geen koffie in, hè? Het is alleen schuim. Oh, is dat het? We gaan weer. Jij gaat even hier via het steil omhoog. We gaan even bij de koffieramp binnenkijken. Hoe ziet het hier uit? Ja, het was een lekker toffie, hè? Zeker wel. Maar het is toch al gauw 13% ook stijgen. Dat is met een fiets, vind ik flink. Klopt. Ik heb onderweg ook van fiets gereld. Ja. Want de oude fiets van mij heeft een iets sterkere motor dan de nieuwe erin tegenwoordig heeft. Dus, maar wel heel lekker om te doen. Echt wel. Ik ga even pitten en zadencrackers maken. Ah, die ken ik. Dat is een plakkaas met de ei eroverheen. Pitten en zaadjes. Wat zijn dat voor pitten en zaadjes? Lijnzaad. Hennepzaad. Ik heb geen pompoenpitten, maar okay. Ik heb chiazaad ingekwakt. Hier zie je ze. En dan gaat dat een half uurtje over of zo? Op de laagte temperatuur, geloof ik. Ja. Ik kan me opzoeken, weet ik niet op mijn hoofd, maar... Ook heb ik trouwens ook nog wat kruiden doorgedaan. En de laatste. En als ze dan in de oven staan, gaan wij een bakje koffie drinken. Hier nog een beetje. Nou,
150 graden. En dan een minuut of 30. En boven de onderwarmte? Ja. Nou, spannend wat er straks uit de oven gaat komen. Ik denk wel dat het verstandig is om deze eraf te halen, want die wordt wel aardig heet. We hebben straks een gesmolten waterpasje. Dit is trouwens ons oventafeltje. Twee krukjes en een deksel van de krat. En het is plastic deksel, dus die kan niet zo goed tegen de hitte. Dus daarom doen we zo'n siliconen mat eronder. Dit is het eindresultaat van de kaaskrekken. Die breken. Gaat die kapot? Ze zijn een beetje taai. Maar wel lekker. Ze moeten nog even wat experimenteren met de tijden. Vandaag hield voor de verandering de kraan er in de keuken mee op. Dus nou, zo ziet het er dan uit. Armoedig straaltje water. En we horen de pomp ook niet lopen. En als we de kraan in de badkamer aanzetten, dan gaat hij hier wel hard lopen. Dus er is iets mis met de schakelaar of de bedrading van de schakelaar die in deze kraan zit. Dus we gaan eens kijken of we een oplossing kunnen vinden. De makkelijkste manier om bij de kraan te komen, de draading onder, is om de schroefjes hier los te maken. Dus hier moeten we eerst de dopjes afpeuteren. Even alle weer de schroeven los. Hier in het midden zit een schroef die ook los moet. Dan moet je wel opletten dat er een rubber ringetje onder zit. En zoals je ziet zit hier al half scheef hier. Dus die moeten we heel voorzichtig zien te vangen. Ja, yeah, rubber ringetje. Ringetjes eronder piepen en dan kan die zo weer heel uit. Nou, dan kijk je zo hier achter naar de bedrading eronder. Dan zal ik even een lampje erbij pakken. Hier zie je al een bruin en een zwart draadje in een kroonsteentje zitten daar. Dat zijn de draden die naar de kraan gaan. Dus die gaan we eens even bekijken. Hier zie je trouwens de motor van het soft close mechanisme van onze schuifdeur. Dus als wij de schuifdeur dicht schuiven, dat laatste stukje waardoor de motor wordt die vastgetrokken, zodat je geen harde knal hoeft te horen. Ik heb een multimetertje bij me. Daarmee heb ik net de spanning gemeten. Er staat gewoon netjes 12 volt hier op het kroonsteentje. Ik heb hem nu in de stroommeetstand gezet. Dan gaat de draden van mijn meter gaan dan de stroom geleiden. En dan kan ik, als ik dan allebei die pennen in het kroonsteentje doe, dan gaat de kraan lopen, hoor ik. Je ziet ook hoeveel stroom er nu loopt. 1,3 ampère. Dat betekent dus dat de circuit naar de pomp gewoon helemaal goed is. Maar dat er dus wat aan de hand is met de schakelaar van de kraan. Of de draden naar die schakelaar. Dus dat wordt het volgende onderzoekspunt. Deze zwarte en bruine draad daar. Hier zit een klein gaatje met een schroefje. Daar past een 2 mm inbusboutje in bij onze kraan. Het is trouwens niet de standaardkraan van de puzzel. We hebben hem vervangen door een hogere. Bij ons moest het hele schroefje eruit. En toen kon ik zo de kraandop eraf trekken. En er zit hier nog een schroef. Gaan we die ook nog eens even openmaken. En hier zien we de boosdoener al. Een afgebroken draadje bij de schakelaar. Dat stukje koper net achter dat plastic dingetje. Dus dan is het schakelaartje eruit halen. Kijken of we dat weer vast kunnen fabrieken. Nou, ik ben een poging doen om het schakelaartje weer te fixen. Beetje alternatieve poging, dus ik weet niet of het gaat werken en hoe lang. Maar ik heb hier secondenlijm op gedaan. Het draadje gewoon teruggeprikt. Een beetje hard geduwd. En toen deed hij het weer. Dat gaat natuurlijk binnen kortste keren los. Dus ik heb nu secondenlijm erop gegooid. En dat is de variant met de ultraviolette uitharding. Dus je moet dan een tijdje zo dat lampje erbij houden. Het UV-licht. En dan wordt de lijm hard. Zo, de kraan zetten we in elkaar. Ik had iets te veel lijm gebruikt, dus die draadjes zaten zo aan elkaar gekleefd dat ze niet meer konden bewegen. Als je de kraan draait namelijk, dan gaan die draadjes bewegen binnenin. Dus ik heb weer wat lijm af zitten peuteren. En eens kijken hoeveel dagen die het houdt. Zou die het houden tot Nederland? En we gaan snel maar een nieuw schakelaartje bestellen met draden. Dus, even testen of hij het doet.
Nou. Hij heeft de deur niet eens gehaald. Ja, Fransie tot de deur. Even de stroom aanzetten. Oh, dat is misschien ook nog een idee. Er zijn ook vooral kranen te lopen. Ik ben bang dat er ook water bij gevuld moet worden. Ja, jongens, kijk eens. Nou, poging geslaagd, maar voor hoe lang weten we niet. We zijn onderweg naar het avonddiner. We zijn net uit het busje gehaald voor ons. Van ons bed gelicht. Iedereen is er al, dus ik ben benieuwd of er al inderdaad iedereen er is. We hebben een tas met lampjes bij ons. Ja, daar zitten wat mensen. Gezellig. Gezellig. Gezellige lichtjes. Op een camperplek bij het station. Ribeirinho heet het dan. We staan wel. Ja, ik wijs ze. Jullie doen echt je best. Ja, hè? Gewoon hard werken. Ja, joh, dit is een werkvakantie voor jullie. Ja, lijkt er wel op. Hè? Ja, zeer goed. Ja, dat ziet er zeer goed uit. Ja, niet de grootste meester. Schijnt toch voor iedereen, geniet van het leven, want het duurt toch maar even. We want more. Je mag eten, Oeba's. Doe het. No? Ik heb van mij. Ja, spannend. Ja, ik was even vroeger hier. Woe! Hey. Happy New Year! Hello. Happy New Year! Hetzelfde. Je moet nog zo'n druivending. Ik heb een druivending, ja. Waar is het voor? Heb je het gehoord? Ja? Voor elke slag, elke klokslag tot 12 moet je een druif nemen. En ja. Dan aan je een. Nou, dan moet je wel doorsnel, wel. Moet je doorgaan. Hang je rekker. Happy. En dan heb je. Moet je aan een. Dierbare denken, mensen. Ja. We wensen iedereen een heel gezond en voorspoedig 2024. Voor 2024, ja. En vooral een gezond en liefdevol 2024. Dank u wel. Je bent lief, Dorien. Je bent lief, Dorien. Dank je wel, zeg je dan. Dank je wel. Dank je schön. Dank je wel. Lees immer schön lieve, nette mensen kennen. Ja, zeker. Een bereicherung. Ja.
We staan op de vlog hoor nu. Wij zitten hier naast de open haard, hè? Heerlijk. We hebben plan om gewoon de hele dag lekker op bed uit te kateren. Je hebt helemaal gelijk. Hey. Fijne nacht nog. Doei doei. Geniet ervan. En doei doei. Dag Alice. Dit is Alice. Oh, bye Alice. Doei doei. Doei doei. Volgende week gaan we weer naar een andere plaats toe. En we hebben nog geen idee waar, maar dat gaan jullie zeker zien. Nou, we willen eigenlijk richting Alfoor en, hoe heet die? Portimão. Daar die rotspartijen aan de kust bekijken. De kust van Zuid-Portugal gaan we opzoeken. Ja, dus of dat gaat lukken. We willen jullie nog bedanken voor het kijken. En alle abonnees natuurlijk bedanken. Ja. We hebben de 1000 gehaald, daar zijn we super blij mee. Zeker te weten. En ja, graag tot de volgende vlog. Doeg! Oh, dat was voor jouw gezicht. Ah, dat geeft niet. Doeg, doe ik het zo.